Nou, kunnen jullie al meteen met deze beginnen? Ja, lekker. Voor mij een hele mooie lichte toets. Ja. Als ik het ook vergelijk met vond ik voor mij, ik ben best wel iemand die zwaar opbouwt. Vanuit instructie van nou ja, dan zet je echt donker goed aan. Maar je ziet dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Met name past het prima bij het onderwerp ook. Lekker zomer, dus lekker vrolijk. Om toch een plastisch ruimtelijk figuurtje neer te zetten. Ik zal het ook even naar de kijkers thuis laten zien. Oh god, ik loop zo. De kijkers thuis wel. Ja, het wordt gefilmd. Jopie's plukje haar staat op net. Oh. En Maria is zijn rug. Had je hier nog een soort schemaatje van voor het maken? Of is het puur opbouwen van vlekken? Ja, ik heb wel. Ja, okay. Ja. Maar kwam hier nog dingetjes tegen en je denkt van nou, dat was heel moeilijk of? Nou, omdat het kleur allemaal best dicht bij elkaar zit, hoe je nou een beetje contrast tussen kan krijgen. Ja, ja. En voor je gevoel ben je daarin geslaagd? Nou, bij het gezicht nog niet, maar hij is nog niet klaar. Ja, wil je nog meer contrast in aanbrengen? Ja, ja, ja. Dat haar wat zeg maar achter het hoofd ligt, dat is veel te licht om in principe. Ja, ten opzichte van de foto? Nou, ten opzichte van het gezicht. Dus dan komt de contour van het gezicht er eigenlijk niet echt uit. Nou, als je vanaf een afstand kijkt, dan is het. Ja, kan. Het is maar een beetje wat je wil benadrukken. Hè? Mijn opvalt is hier zonnigheid, licht, luchtigheid enzovoort. En hoe meer je daar dus in gaat definiëren, hoe minder misschien dat daar ook weer gaat. Dus het is niet erg, ook alleen ja, op zich voor een gewoon een snelle schets aan het strand of zoiets dergelijks gaat die prachtig, ja, gaat die inderdaad goed door. Sina, deze. Alleen ja, misschien qua verhouding. Bijvoorbeeld, dit vind ik dan nog een beetje vaag stukje bij die voet en schoen, hoe dat dan loopt. Ik heb de slippers maar de tenen nog niet. Nee. Maar oké. De huidskleur was al. Angelina, nou, volgens mij een stuk krachtiger dan dat je ermee begon. Jouw moeilijkheid is een beetje omdat het hele vage, wat hier dan, nou, wat mij betreft wel een goede keuze is, om dat nou, niet vaag, maar richting zonneschijn te laten gaan. Heb je hier eigenlijk bij het hele schilderij een heel bleek, zeg maar, karakter in eerste instantie. En nu ben je, de vorige keer heb je een soort vignet overheen gedaan met iPad. Waardoor je wat meer donkere dingen er ook in krijgt. Nou, nu is het nog een beetje fragmentarisch. Ja, alleen hier, toe, misschien hoor. Moet het nog naar de lucht toe. Maar ik wil nog even een foto maken met een boom in het groen. In het voorjaar even van dit punt. En met de zoninval, lichtinval beter is. Want ik vond het te somber. Ik wil, omdat het ook iets emotioneels is van vroeger, moet het ook de uitstraling hebben die het voelt. Dus dat moet nog allemaal naar elkaar toe. Dus het is nog lang niet klaar. Ja. Voor mijn gevoel. Nee, snap ik. En misschien, kijk, dit is dan nu best wel qua woning ook gedefinieerd, dat daar mevrouw Jansen woont enzovoort. Alleen hier kun je nog net ietsjes, misschien nog scherper her en der, nog een klein stukje definiëren. Ja, precies. Met name in dit. Dat is nog een beetje heel erg basis. En niet midden is jullie winkel. Ja. Met de luifel. Toch? Ja, maar door die bomen, dan heb je daar achterin ook nog dat er groen en zo komt. Weet je, dan wordt het wat vrolijker. Ik vind het te somber. Als ik op die foto kijk ook, vind hem te. Het is een foto die genomen is in december. Dus waar de bomen kaal zijn en het allemaal een beetje grauwe gedachten. Dat is geen zonnige dag. Ja. Dus hè? Ja, grauw. Ja, maar zo was die foto ook. Dus ik wil hem wat vrolijker, wat zonniger. Dus ik ga even een foto maken van dat de bomen in het blad zitten en om dan een tussenweg te vinden. Beetje meer oranje. Dus. Maar goed, dat doe je pas helemaal aan het eind als je die achtergrond goed hebt gedaan. Maar hoe meer je daarin gaat definiëren, hoe belangrijke perspectivische dingetjes ook worden. Bijvoorbeeld dat de raam wel of niet helemaal klopt. Kijk, nu kan het allemaal nog een beetje. Ja. Zoals bij Jopie. Ja, dat rammelt aan alle kanten. Dus dat, nee, maar dat is juist. Nee, maar dat noem je expressionisme. Oké. Okay. En dat zit hier ook. Nee, maar bij Jopie is het overstroming. Niet te veel definiëren hoor. Het gaat om licht en donker. Nee, maar ook zo'n stuk hier bijvoorbeeld, zo'n raam. Dat klopt dan klopt niet. Apart. Maar op zich. Als je dat de rest ook een beetje, nou niet helemaal definieert. Een beetje met deze ook, hoe meer je op een gegeven moment toch
het gezicht laat kloppen, hoe meer belangrijk wordt dat de rest ook gaat kloppen. Ja. Nee, dus, weet je, bij deze hetzelfde verhaal. Maar het heeft nu nog prima meer tussen een schets. Dus dat die lijnen ook een functie hebben als, nou, even een snelle definiëren van daar zit de arm en daar zit het been. En nou ja, de vlakken vullen. Ja, wat vind je zelf van? Ik vind er wel mooie stukjes in zitten. De oksel, dat stukje vind ik wel heel mooi zo, en dat die lijnen weg zijn, maar ik vind de andere lijnen vind ik wel heel zwart en denk van ja, wat moet je daar nou weer mee zo? Mm-hmm. Mm. En wat heeft ze met het haar over de ogen? Zit dat over de ogen heen? Nee, het oog zit hier achter. Het oog zit daar, ze zit helemaal met de hoofd. Ja, en dan de wenkbrauw. Dus dat zou je nog een beetje... Dat het de neus was. Nee, dus dat zou je nog een beetje kunnen definiëren. Iets duidelijk een haar, goed voor mij is het wel helder. Maar Piet heeft een week geweest, dus we zijn weer op een kunstige manier. Het ziet er toch uit als dat het een neus zegt. Als je dan, als je je beeld gaat verplaatsen. Oh, zo ja. Ja, Pieter, ja. Oh, dat, dat het een, geen oog is, maar een neusgat. Denk ik niet. Ja, zo kijk ik er ook tegenaan. Dan denk ik, waar is het oog nou? Een neusgat is dat. Dat De wenkbrauw is dat het neusgat. En de oog is de mond. Nou, dat vind ik heel dicht. Ja, zie je het? Ja, je zou het kunnen zien. Maar ja, goed, zo kun je een heleboel dingen al in de zin. Ja, ik zie dat zelf niet zo, maar goed, dus ik zou er nog even kunnen kijken. Ja, ik kan het ietsje rond laten lopen. Ja, volgende week zit ik hier weer natuurlijk met mijn commentaar. Nou, deze, nee, een hele andere stijl weer. Mooi vind ik van dit groepje wel, dat je bij alles kun je nog meer definiëren. Alleen het is wel, ja, het staat wat mij betreft wel qua stijl in qua wat je er op dit moment mee uit wil drukken. Hebben zelfs die, ook al heb je hem niet helemaal gedefinieerd. Nee. Qua tinten goed, enzovoort. Het rode dak loopt niet goed. Nee. Je moet iets naar boven. En de ramen van de eerste etage moet ook een rechter. Ja, bij mij klopt het ook niet. Ja, misschien die grond is daar allemaal een beetje weggeschaafd. Kijk, wat we deze dan, stel voor dat je hier nog wel weer door in gaat richting realisme, wat je dus eigenlijk ook van plan bent. Dit vlakje, dat moet dan nog wel wat vager ingevuld worden ten opzichte van die. Ja. Nou ja, het kan wat vager om nog in de achtergrond terug. Dan moet je in ieder geval raampjes nog een beetje definiëren. Deze moet een beetje. Ja, deze moet inderdaad vanuit hier. En deze moet iets, want het loopt natuurlijk naar elkaar toe. Ja. Dat zag ik net. Afstand. Maar we zitten nu heel erg op dus dat stuk van, klopt het allemaal qua perspectief, klopt het qua de arm goed enzovoort. Alleen juist dat het een sfeer allemaal op hun eigen gebied heeft, is wat mij betreft op dit moment nog het meest belangrijke. Ja, en hoe meer je dus nu gaat zitten zeuren, niet hoor. Maar van, hoe dit moet allemaal nog weer zo, het klopt allemaal wel. Als ik hier mee bezig ben en dit is nacht, dan zit ik constant, dus ik werk van links naar rechts. Ja. We haken vanmiddag op, er zitten ook nog verf aan. Dan vind je het weer weg. Dan heb je het lekker aan je kleren. Maar hou in de gaten wat je ermee uiteindelijk uit wilt drukken. Of het dan allemaal inderdaad precies klopt. Nogmaals, dit is inderdaad, dit loopt Chinees perspectiefisch, zeg maar. Ja, dit zou je kunnen doen. Maar ja, hoe meer je hier ook gaat definiëren of dit enzovoort, hoe meer het andere ook allemaal belangrijk wordt. Dat is nog klaar, dan gaat het verder. Deze, nee, dan kom je dus bij een soort sfeer ding terecht, of bij een expressieve manier, gevoelsmatige manier van een landschap vertalen, want dit was wel, had wel een foto ten grondslag. Nou ja, prima, wat mij betreft. Lekker materiaal geëxperimenteerd wat jij ook wil. Met je vingers, met een paletmes, met schrapen, achterkant van de kwast. Rollen, nou ja, noem maar op. Nog een beetje, met bijvoorbeeld zo'n horizon, hoe meer je dat laat hobbelen en bobbelen, terwijl het een Nederlands vlak landschap is, hoe meer dat naar voren komt en hoe minder diepte het krijgt. Ja, ja. Dus als diepte je thema toch ook een beetje is, inclusief die expressie, ja, dan zou dat nog strakker kunnen. Dit kan ook een ravijn zijn, hè? Maar het is gewoon niet in Nederland. Nou, dat zijn nog van die mooie noodoplossingen. Ja. Nou, dit vind ik wel een lekker snel schetsje. Wat heb je daar nog mee? Of je dat gewoon lekker experimenteren? Het gebeurde gewoon. Ik wou gewoon iets met die vlakken en ineens kwam er zo'n
kwam dat eruit. Toen dacht ik, nou, gebeurt. Ja, klaar. Maar ja. Gebeurt gewoon niet meer. Gebeurt gewoon. Nou, klaar. Ja. Zo. Nou, leuk vind ik wel dat je een soort familie qua hoe je het materiaal omgaat in het herkennen is. Anders dan, wat ik al zei, dan jouw vorige periode, een half jaar geleden. Toen was je nog vanuit een soort andere manier van schilderen. Elke keer die toetsjes en veel met een lijn. En het had weinig met plastiek te maken. Mijn thema is ook iedere keer verschillend materiaalgebruik. Dus daar ben ik mee te oefenen. Ja. Deze, is die af of niet? Nee. Ik vind dit nog een beetje vaag vorm. Hoe loopt die boot nou? Ja. Omdat je de rest, dat is gewoon best wel helder. Ook prachtig hoe die vergroting van zo'n muur daar even voor is. Nou ja, nogmaals, de eenduidigheid van het schilderen en invullen definiëren is ook gelijk de kracht. Zijn twee de kleuren boten. Zijn ook mooi, alleen ja, dat dit zo'n boot is, je hebt best wel je best gedaan om het even... Bijna wordt het stijf te pakken. Ten opzichte van deze vlottigheid is dit zo'n vormpje waar je ziet dat je aan het worstelen met jou. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met zo'n bootje? Ja. Waarschijnlijk is het een bootje, neem ik dan. Ja, het zijn de twee aan elkaar. En dan eigenlijk gaat de voorkant ook nog een bootje. Maar nou, ik weet het niet zo goed. Maar nou, ik wil wat op de voorgrond gaan plaatsen. Dus ik denk nou, ik weet nog niet of dat eruit gaat komen. Ik zou persoonlijk, omdat dit zo lekker voor geschilderd is, zou ik zo'n stukje bijna even wegrollen. Ja, ja. Met een roller. Ja. En dan even weer snel overnieuw schilderen of zo. Ja, ja. Oh ja, dat kan ook. Want dan krijg je die vlottigheid er weer in. Want er werd de grond met die huisjes. Stijvigheid. nou, Albert is weer ons mini. Nou, komt hij hoor. Kijk mensen, het bewijs. Nou, het is weer een typisch voorbeeld van het Albertisme. Albertisme, ja. Nou ja, en dat is het kenmerk van het Albertisme is dus grote kleurvlakken en daarna een zwarte contourlijn. Tenminste, zoals ik het dan een beetje tot nu toe heb meegemaakt. Een zwarte contourlijn nou, is in dit geval redelijk bescheiden gehouden. Ja. Je hebt wel meer met allerlei... Een beetje zwart Albertisme dit. Ja, het is een soort neo-Albertisme. Het is zwart, kan je prachtig zijn. Dit is wel prachtig hoor, mooi. Nou ja, je hebt dus net een periode gehad waarin je best wel krachtig daarmee bezig was. Een van de vuurtorens, de vuurtorenserie. Daarna ben je hier, toen was het elke keer dat je... Het kon al een hele jaar, nou, dat was het maar één keer. Enzovoort, die periode heb je ook gehad. En toen wilde je wel weer, toen was je er twee keer en toen ging het schilderen helemaal niet. Ik vind dit wel weer, het oppakken van... Ja, gewoon een schilder. Nou, heb je ook lekker geschilderd? Dat is het belangrijkste. Ja, lekker geschilderd. Ja, nee, dat zie je ook wel. Dat kun je zien. Dat voelt weer een beetje goed. Ja. Nou, leuk. Kom maar weer. Ja. Nou, je zult zien als je hier even op de goede plekken een paspartoutje eromheen doet, dat het dan ook tot zijn recht komt. Ja. Omdat het best wel wild en rommelig eromheen is. En dit ook als een expressie dingetje. Ja, dat valt echt maar. Ja. Het is wel heel zwaar overal, dus ik kan me voorstellen dat iets van een soort... iets luchtigheid hier achterin, iets van een soort, nou dit even ietsjes minder zwaar schilderen achterin ten opzichte van dit. Ja. Dat dit en dat nog even uit elkaar trekt ofzo. Ja. Deze, nou ja, je bent met die berg bezig ook vorige keer al, vanuit schablonen. Ik vind het een prima voortzetting binnen het onderzoek wat je aan het doen was. Het enige wat je een beetje had van, ja, wat moet ik ermee? Nou, toen kwamen er een heleboel ideeën welke kant je allemaal op kan. En een daarvan was dat, ja, als je diepte wil, want je had alleen met deze strook, dat het dan handig is om misschien even iets ervoor te zetten. Dan krijg je ook wat meer dynamiek. Ja. Nou, dat is een hele goede keuze geweest. Ja. Dat zijn wel mooie rotspartijen. Nou, wat mooi vind ik van deze is dat het gewoon een soort sfeer meer heeft dan dat het per se bergen moeten zijn. Het trek je naar een soort gevoel bij een landschap. Mm-hmm. Het is niet typisch nou, ja, dat het ergens in de natuur precies zo voorkomt of zo. Dus je doet er wel helemaal je eigen ding mee. Ja. Maar goed, ja, wat je er verder nog mee wil onderzoeken, binnen al die mogelijkheden die we even bespraken, dat weet je nog niet. Dat weet ik nog niet. Nee. Dat weet ik. Maar je gaat wel door met die zeg maar puntige, bergachtige vormen. Nou, misschien volgende week nog een keertje. Ja. Ja. Of deze week thuis, dat zie ik wel.
Ja, kijk, hier doet het best wel dat het nou, somber, maar een beetje nou, richting ingehouden qua kleur en doorgemengd qua kleur. Ja, misschien moet je eens een keer contrastonderzoek doen. Ik ga nu eens in die hele felle kleuren en zuivere kleuren. Nou ja, misschien wil je wat diepte. Nou, wat ik ook al zei met die noordenzon, doet me het ook wel aan denken. Afhankelijk, het noordenlicht. Ja. En kun je daar nog meer dynamiek in zo'n lucht uithalen? Omdat dit best wel compact is. Maar terwijl als je het noordenlicht onderzoekt en op Google plaatjes gaat kijken, dat zwiert en dat atmosfeert alle kanten op, zeg maar. En dat, als je dat stuk wil doen, en daarom krijg je ook nog dat je dit weer meer naar achteren drukt. Ja, dat hè? Ja, dat is wel een flesje. Een flesje Heineken, nou, Jos. Wat? Die reclame. Oh, fantastisch. Wat zie je dan? Ja, wat hebben jullie dan in handen? Ja, een flesje Heineken. Goed, het hele flesje in de ruimte. En ze staan heel erg bij. Eén astronaut die brengt bij de handen. Volgens mij was dit het, ik weet niet hoe laat het is. Ja, goed. Nou mensen, dit was het hoor. Het is ondertussen alweer bijna 10 uur.